Nou, welkom Martijn. Martijn Hogeraad, een van onze adviseurs, juridisch goed onderlegd. En we zitten hier vanwege de registratieplichten voor het landbouwverkeer. Martijn, jij bent ervaren met dit onderwerp. Je hebt je erin vastgebeten hoe dat nou zit. En nou ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, van wat is er nou eigenlijk veranderd? En per wanneer trouwens? De verandering die is al ingegaan 1 januari dit jaar. De grootste verandering die plaatsvindt is dat er een zogenaamde registratieplicht is gekomen voor landbouwvoertuigen. En die registratieplicht die houdt onder andere in, of heeft tot gevolg dat er ook een kenteken op voertuigen komt, dat er een APK-plicht komt. En dat sommige voertuigen bijvoorbeeld ook een tachograaf kunnen krijgen en dat er uiteindelijk meer toezicht is op de categorieën die rondrijden aan landbouwvoertuigen in het land. En wat is daar... We zijn een verkeerskundig adviesbureau. We adviseren gemeenten, ambtenaren. Waarom is dat relevant voor ons en voor hen? Ja, dat heeft zeker relevantie, want een gevolg van die registratieplicht is dat de maximum toegestaande snelheid voor landbouwverkeer wordt verhoogd van de 25 km per uur zoals die nu is, naar 40 km per uur. En daarmee is het idee dat landbouwvoertuigen ook op bijvoorbeeld rondwegen, 80 km per uur wegen, mogen gaan rijden. Er zijn een aantal wegen waar dat nu niet mag, waar gesloten verklaringen zijn voor landbouwverkeer. Ja. En het idee is, als die voertuigen sneller mogen rijden, dat het dan veiliger is dat zij daar ook kunnen rijden. En dan kun je bijvoorbeeld een dorpskern vrijmaken van landbouwverkeer. Oké, dus er zijn best wel een hoop mensen die daar een beetje op zitten te wachten dat dat gaat gebeuren, zodat al die rare voertuigen uit hun dorp verdwijnen. Ja, ik denk dat als er inwoners zijn die nu overlast hebben van landbouwverkeer in de bebouwde kom, die zullen dit zeker interessant vinden. Nou heb ik begrepen dat die snelheidsverhoging, dat wordt dan georganiseerd als gevolg van die registratieplicht. Maar dat gaat niet in alle situaties op. Nee, de maximum toegestaande snelheid voor landbouwverkeer wordt dan 40 km per uur. Maar dat is eigenlijk afhankelijk van twee zaken. De eerste is de constructiesnelheid van een voertuig. Dat is op zich niks nieuws, want dat is bijvoorbeeld bij bromfietsen en snorfietsen ook het geval. Waarvan ook hetzelfde model of 25 km per uur als constructiesnelheid kan hebben, dan is de snorfiets. En bij 40 km per uur zou het een bromfiets zijn. Okay. Bij landbouwverkeer heb je dus ook voertuigen die een lage constructiesnelheid hebben. Die kunnen natuurlijk niet harder dan die snelheid. Maar dat kan ook afhangen van het type kenteken dat door de bestuurder wordt gevoerd. Een eigenaar kan namelijk voor een aanhanger, neem even het voorbeeld van een aanhanger, kan die een kenteken aanvragen, een geel kenteken. Net als dat we bij aanhangwagens voor achter een gewone personenauto hebben die zwaarder zijn dan 750 kilo. Dat soort kenteken. Met dat kenteken mag hij 40 km per uur rijden. Maar je kan er ook voor kiezen om hetzelfde type aanhanger voor te voorzien van een wit kenteken. Gevolg daarvan is wel dat hij maar 25 km per uur mag rijden. Dus het kan dus zijn dat je een tractor hebt met een aanhangwagen die in de ene situatie 40 mag rijden en in de andere maar 25 km per uur, afhankelijk van het kleur kenteken. En dat zeg ik dan simpel alsof het alleen aan het kleurtje van het kenteken ligt. Dat is natuurlijk niet zo. Er zitten nog wel eisen aan. Want een geel kenteken krijg je alleen wanneer je hem ook laat. Wanneer hij een type goedkeuring heeft van het RDW. Ja. En dat is bij een geel of bij een wit kenteken, niet nodig. Ja, dus als ik zelf een platte wagen in elkaar knutsel, waarvan ik denk, daar krijg ik geen type goedkeuring voor, dan mag ik er een wit kenteken op hangen. Maar dan mag ik met mijn trekker, die in zichzelf misschien 40 km per uur mag rijden, niet harder dan 25. Ja, nu gaan we wel heel kort door de bocht. Doe niet helemaal recht aan alle wetgeving. Maar dat is wel, voor de gemiddelde luisteraar zal dat zeker een verhelderend voorbeeld zijn. Kijk, zo'n zelfbouwwagen moet vanzelfsprekend wel enigszins aan dingen voldoen, zoals verlichting en dat soort zaken. Maar daar zit wel het verschil in, ja zeker. Is dan de verwachting dat die niet type gekeurde aanhangers, dat op een gegeven moment zal verdwijnen, omdat men toch wel graag die 40 kilometer wil kunnen rijden? Denk je dat? Ik denk dat het in een deel van de gevallen zeker gaat gebeuren. Absoluut. Ja zeker. Ook nog eens omdat het kenteken ook mogelijkheden geeft voor handhaving.
Op snelheidsovertredingen bijvoorbeeld. Dat is iets wat nu ontzettend lastig is. Ja. Als de politie wil handhaven op snelheid van landbouwvoertuigen in op voertuigen die geen kenteken hebben. Ja, dan kan dat alleen maar door zo'n bestuurder ook staande te houden en hem te bekeuren. Ja. Dat is straks zijn er andere mogelijkheden voor. En ik denk wel dat bedrijven, ondernemers, en dan niet zijnde agrariërs, dat die daar zeker andere keuzes gaan maken in het getrokken materieel. Ja. Voor een agrariër die misschien af en toe met een karretje voor strobalen de weg op gaat, misschien maar één keer per jaar of twee keer per jaar. Ja, die zie ik niet zo snel een andere wagen daarvoor kopen. Ja. Dat is financieel natuurlijk wel een uitdaging. Nee. Maar goed, dus het is wetgeving die inmiddels een feit is, zeg maar. Hè? Het is de eerste landbouwvoertuigen die zijn geregistreerd, ga ik vanuit. Maar er zit nog veel onduidelijkheid in. En wat ik ook een beetje bespeur is dat er heel veel uitzonderingen te bedenken zijn in dit hele verhaal. Ja, zeker. Ja. Er zijn heel veel uitzonderingen in. Kijk, noem bijvoorbeeld materiaal voor het verwijderen en aanbrengen van een asfaltverharding. Hoogwerkers en dat soort zaken. Er zijn hele smalle voertuigen, die vallen hier ook niet onder. Een asfaltmachine dus niet. En eigenlijk voertuigen die niet op de openbare weg komen, of daar niet gebruikt worden, die zouden ook niet geregistreerd worden, want het is de registratieplicht voor de openbare weg. Nu kun je daar natuurlijk over twisten wat allemaal openbare weg is. Ja. Maar dat zijn een heleboel uitzonderingen. Ja. Ja. En nou, in het begin zei je, wij door deze registratieplicht kunnen landbouwvoertuigen kan snelheid omhoog van 25 naar 40 km per uur en daardoor kunnen ze wellicht op een aantal 80 kilometer wegen waar ze nu geweerd worden, wel weer toegelaten worden. Ja. Maar nou moet ik eerlijk zeggen, ik rijd natuurlijk ook wel eens achter een landbouwvoertuig. Ik heb niet de indruk dat die allemaal heel erg 25 kilometer per uur rijden. Heeft het dat? Goed punt. De provincie Groningen die heeft onderzoek gedaan naar het huidige rijgedrag van landbouwvoertuigen op 80 kilometer per uur wegen. Ja. Tenminste, het huidige als in voor 1 januari. Ja. En de uitslag daarvan was dat de gemiddelde snelheid van de passerende landbouwvoertuigen 39 kilometer per uur was. Okay. En de langzaamste reed 28 kilometer per uur en de snelste bijna 50 kilometer per uur. Er zijn maar weinig landbouwvoertuigen die exact 25 gaan rijden op een 80 kilometer weg, als zij ook 40 kilometer per uur kunnen rijden. Ja, precies. Ja. En ik denk, fysiek. Ja. 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 En ik denk ook wel dat dat verschil was ook nog wel erg groot. 40-80 is al groot. Ja. Maar 25-80 is, dat voelt als heel vervelend als je een landbouwvoertuig rijdt. Want daar heb je ervaring mee. Ja. En ik heb een vriend en die heeft een soort van loonbedrijf en een grondverzet. En ik heb het privilege om, als hij druk heeft, nog zo af en toe eens een keer te mogen helpen. En dan rijd ik nog op het trekken. Ja. Nou ja, vandaar ook wel de interesse voor dit onderwerp. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, als we nou constateren dat we dat de trekkers in de huidige situatie eigenlijk al 40 rijden, of in de situatie voor de registratieplicht. Is die hele wetgeving dan niet een wassen neus? Ja, dat gaat wel heel ver om dat te stellen natuurlijk. Want er zijn veel meer zaken die in die wetgeving geregeld zijn. Ik noem bijvoorbeeld de APK-keuringsplicht die ook vanuit de registratie komt. En dat is natuurlijk al een vooruitgang, want er is nu is er eigenlijk helemaal geen toezicht. Zo'n voertuig wordt op de Nederlandse weg toegelaten. En dat is het. En je weet helemaal niet of na 5 jaar de remmen nog goed werken. En de verlichting en dat soort zaken. Dus dat is natuurlijk iets wat heel goed is. Er komt ook meer toezicht op grote landbouwvoertuigen. Aardappelrooimachines of bietenrooimachines. Nou, ik ken denk ik allemaal de beelden daar wel van. Die een complete rijbaan in beslag nemen. Ja. Nou, daar komen nu ook eisen aan. Nou, hoe breed, hoe zwaar, hoe lang mogen die zijn? En als zij groter zijn dan dat, dan komen daar ook eisen aan om daar ontheffingen voor te vragen of zelfs een speciaal transportbegeleiding daarbij te hebben. Ja. Dus dat gedeelte is denk ik een hele vooruitgang. Ook zicht krijgen op hoeveel landbouwvoertuigen zijn er nou überhaupt in Nederland. Dat weet eigenlijk ook niemand, want ze zijn niet geregistreerd. Ja, voor wat betreft de snelheid, dat is wel een... Daar is de vooruitgang, vind ik zelf, niet zo groot als bij de voor onderwerpen hiervoor noemde. Ja. En daar komt ook eens bij dat er dus binnen Bodecom ook nog weer wat aanvullende snelheidsregels gelden voor dat landbouwverkeer. Als fietsers op de rijbaan fietsen, als het nou fietsstroken zijn of de fiets op de rijbaan op erftoegangswegen, dan mag dat landbouwverkeer ook 30 km per uur rijden.
Dus dat krijgen ze alweer sowieso weer mee. En daarbij komt, ik merk ook wel wat euforie in de branche, dus de brancheverenigingen van de agrariërs of van de loonbedrijven of grondverzetbedrijven die zeggen, kunnen we eindelijk op die 80 km per uur wegen rijden. Okay, ja. Wat vervolgens dan door gemeenten opgepikt wordt. Oh, dat is mooi. Nu kunnen we zo uit de bouwde kom weren. Ja. De vraag is natuurlijk, dat voelt een beetje als een theoretisch verhaal. Ja. Als je weet dat landbouwverkeer daarvoor al die snelheid eigenlijk haalde. Ja. Ik denk dat dat dus voor een wegbeheerder ook een lastige afweging gaat worden. Wat wil je nou wel of wat wil je nou niet? Ja. En waar wil je ze wel laten rijden en waar niet? En daarbij komt ook nog eens kijken, denk ik, dat er maar weinig gemeenten in dit land zijn die een 80 kilometer weg zelf in beheer hebben. En waar dan een gesloten verklaring nu op zit. Ik denk dat er toch veel provinciale wegen zijn. Precies, ja. En de vraag is of de provincie hetzelfde belang heeft als een gemeentelijk wegbeheerder. Ja. Dus daar is nog een boel overleg noodzakelijk. Ja. En deze wetgeving die zorgt er niet per se voor dat het daarmee helder en duidelijk wordt hoe dat gaat verlopen. Het blijft een ingewikkelde afweging. Ik denk dat het een ingewikkelde afweging blijft. Ja. Ook omdat dat een provinciale wegbeheerder kan weer hele eigen regels hebben. Ja. Die zullen een reden hebben waarom zij dat landbouwverkeer daar niet willen hebben. Ja. En een gemeente die denkt, ja, maar op fietsroutes bij basisscholen, daar wil ik niet zo'n gigantische trekker met iedereen hebben. Precies, ja. Ja, die zou ik toch wel dan advies geven om daar eens goed naar te kijken en daar in overleg te gaan. Ik denk dat het iets is wat regionaal door gemeenten en provincies opgepakt moet gaan worden. Ja, in overleg met eventueel brancheverenigingen. En ik weet zeker dat die daar wel voor openstaan. Ja, ja. En dus de echte winst van deze wetgeving, die zit hem dan vooral in de verkeersveiligheidsaspecten zoals APK en dat soort... Over het geheel vind ik het zeker wetgeving die bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Ja, ja. Absoluut. En dit ook netjes in navolging van het trekkerrijbewijs dat we al een tijdje hebben. Wat wel natuurlijk bijzonder is dat wij als Nederland dan weer het laatste jongetje van de klas in Europa zijn die dat gaat regelen, nadat we van de schoolmeester in Brussel de opdracht hebben gekregen om het te regelen. Oh, oké, ja. En daar zitten ook nog wel wat zaken in waarvan ik dan weer denk, waarom nou? Waarom in heel Europa moet je landbouwverkeer een kenteken plaatsen van de voor- als achterzijde van het voertuig? In Nederland doen we alleen de achterzijde. En de oranje afgeknotte driehoek, die verdwijnt. Want als je een kentekenplaat schroeft, die reflecteert volgens het ministerie en het RDW voldoende om de driehoek te vervangen. Nou, vind ik eigenlijk absurd. Ja. Volgens mij is de driehoek bedoeld om achteropkomend verkeer, zeker op een 80 km per uur weg, te waarschuwen. Hey, ik kan niet harder dan 40, let op. Ja. En die is straks weg. Dus de conclusie is, het is goede wetgeving vanwege een aantal verkeersveiligheidsaspecten. Ja. Het is een complexe wetgeving vanwege het grote aantal uitzonderingen. Ja. En er zitten misschien ook wel wat rare dingen in, maar de afwegingen over het wel of niet toelaten van landbouwverkeer. Ja. Dat zal een discussie zijn die blijft zoals die is. Ja. Daar moet ik nog een boel helder ook in worden. Ja. En dat moet de branche en gemeenten, en die moeten dat ook gaan ondervinden. Ja. Maar ik denk dat we hier weer een perfect staaltje Nederlandse wetgeving op tafel hebben. Het moet gedegen, er wordt ook echt wel over nagedacht. Ja. Maar er zitten ook wel wat dingen in waar je wel vraagtekens over blijft houden. Ja. Nee. Nou, we gaan het zien. In ieder geval bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Oké. Okay.